Vandaag heeft koning Walnoot een groot probleem. Alle alarmen gaan af in het kasteel en de ridders melden dat het vanuit de kerkers komt. De burgemeester is ontsnapt uit zijn gevangenis en probeert nu de stad te verlaten. Kan koning Walnoot de burgemeester tegenhouden? Of is het inmiddels al veel te laat? Jee, maar waar komt dat alarm vandaan, jongens? Ik heb dat helemaal nog niet geïnstalleerd in mijn kasteel. Ja. Oh, mijn god, ze hebben kapot. Fred, rustig aan. Fred, kom eens hier. Wat gebeurt er allemaal? Wat een chaotisch begin. Fred, waar ben je? Fred, wat is er aan de hand? Waarom gaat er nou? Ik heb geen alarm geïnstalleerd in mijn kasteel. Ja, ik hoor het. Sinds wanneer zit een alarm in dit kasteel? Wat is er aan de hand, Fred? 10 minuten geleden en hij gaat nu al af en het is geen kerst. Ah. Wat is er aan de hand? Waarom is het alarm? Hij ontsnapt. Hij ontsnapt. Het is buiten nog luider, het alarm. Die ontsnapt. Hij ontsnapt. Nee, niet de burgemeester. Is de Fred, wacht even. Ja, mijn spullen heb ik nog niet bij me. Die liggen nou. Wat weet je, ik ga spijt krijgen dat ik mijn spullen niet bij me heb. Fred, is de burgemeester ontsnapt? Zeg nou niet. Zeg nou niet dat hij is ontsnapt. Fred, ik hoop het niet. Fred, zeg niet dat de burgemeester is ontsnapt. Ik smeek het je alsjeblieft. Te laat! Oh mijn god, wat is hier aan de hand? Oh, wat is dit? Nee, dit zijn Justische wapens. Fred, waar is de burgemeester? Oh mijn god, nee. Nee. Oh mijn god, wacht. Fred, heb jij een aansteker? Wacht, ik ga de deur snel dicht doen. Fred! Oh jee! Heb jij een aansteker bij je? Dat heeft hier. Ja, natuurlijk, dat heeft elke bewaker. Wacht, Asje, waar? Oh jee! Waar is de aanschrijving van aansteker, Fred? Op de trap! Paniek! Oh, hier, oké. Fred, wacht, ik ga het niet zeggen. Paniek! Burgemeester, ben jij hier? Oh my days. Fred, waar is ridder Justin? Die moest op hem letten. Waar is de burgemeester? Hij is er niet, oh jee. Wat is dit? Waar is ridder Justin gebleven? Waarom liggen zijn spullen hier op de grond? Ik ben ook niet alwetend, schiet nou op. De burgemeester is ontsnapt, dat meen je. We hadden hem net eindelijk opgesloten. We hadden hem echt te pakken, de burgemeester, en nu is hij ontsnapt. Hoe kan dat nou? Waar is hij? Nee, dat maakt niet uit. Waar is hij, Fred? Fred, oké, even centraal. Wacht, Fred, nee, centraal. Ik ga hier de toren in klimmen. Ik wil even kijken of ik hem kan zien. Jij gaat snel naar de poorten toe en jij sluit alle poorten van de stad. Niemand komt deze stad in en niemand komt deze stad uit. Die pret is stress, jongens. Ik heb ook stress. Hoe kan het nou dat de burgemeester weer ontsnapt is en ik heb mijn spullen niet bij me? Die liggen in mijn kasteel. Ik ga zoveel spijt krijgen, daar heb ik altijd spijt van. Waar ben je, burgemeester? Waar ben je? Oh, maar wacht, ik ga nog hoger, jongens. Dit is niet hoog genoeg. Ik heb even een goed punt nodig. Hij is net ontsnapt. Burgemeester, waarom ontsnap je nou? Ik had je opgesloten in mijn gevangenis. Waar ben je? Waar ben je nou? Wat is dit? Oh, maar deze kan... Oh, daar is hij. Jongens, daar is hij. Oh, daar loopt hij. Kijk hem nou. Daar loopt hij. Oh, Fred, nee. Fred, je moest de poort dicht doen en hij is nu de poort uit. Oh, nee. Oh, laten we snel die kant op gaan, jongens. We moeten hem tegenhouden. We moeten er met een leger, al weet ik veel. Alleen is het al Fred. We moeten er achteraan. Snel die kant op. Het is niet te geloven. Hoe kan het nou dat die Fred en Justin... Waar is Justin? Waar is ridder Justin? Heeft hij de burgemeester laten ontsnappen? Is hij vermoord? Is hij vermist? Waar is hij? Wat is er gebeurd? Oh, ik heb zoveel haast, jongens. Ik moet zo erg opschieten. Wie is dat? Is dat nou Robin in een vakantieoutfit? Ik heb hier geen... Ik moet de hele vraag... Robin! Hey, Max! Nee, ik heb hier geen tijd voor, Robin. Nee! Wacht, Robin. Ik ben mijn spullen aan het pakken. Ik ga op vakantie. Ik kom hier niet meer terug in deze stinkstad. Nee, wat ga je nou doen? Wacht, heb je nou zo'n haast? Ik heb geen tijd. Hoezo niet? De burgemeester is ontsnapt. Ik heb geen tijd voor jou. Hey, wist je trouwens dat wij met Kingdom Koud al best wel ver zijn? Ja, jij zit niet meer. Jij woont tegenwoordig in mijn stad. Ga weg. Ik heb haast. Hoezo? Robin, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Laat me met rust. Oh my days. Waar... De poort is dicht. Nee, dat meen je. De poort is dicht. Fred! Nu heb je wel de poort dicht. De burgemeester is al lang ontsnapt. Open de poort. Fred, waar ben je? Hallo? Fred! Oh mijn god, open de poort. Ik heb hem niet gedaan. Ja, maar de burgemeester is ontsnapt. Ja, maar hij is dicht. Nee, ik heb hier geen tijd voor. Ik ga eromheen. Ik heb hier geen tijd voor. Ik ga eromheen. Hier hebben we toch... Nee! Fred, ik moet weg. Ik moet achter de burgemeester aan. Orders van de koning. Ik ben de koning, Fred. Ik hoorde je nu om mij er langs te laten. Doe nou niet. Ik moet er langs. Ik hoorde jou nu om mij er langs te laten. Dankjewel, ridder Fred. De poort mogen weer open. De burgemeester is ontsnapt. Samen op pad. Nee, jij bewaakt de poort. Jij gaat iedereen ondervragen. Ik heb zoveel stress, jongens. Niet te geloven. Niet te geloven, jongens. Echt waar. Wacht. Dit komt goed uit. Voor het eerst dat ik blij ben met Martin. Martin, waar liep de burgemeester heen? Martin, ja, goeie. Heb je nou een lekker bietershoepje van me? Ik heb geen lekker bietershoepje. Mijn moeder zei, luister, mijn bieten zijn bijna klaar. Martin, ja, ik heb geen tijd. Je krijgt binnenkort een heerlijk lekker bietershoepje van me. Wacht even, ik hou even mijn hengel binnen. Jij hebt nooit iets voor mij. Welke kant ging de burgemeester op? Volgens mij die... ja, die kant. Ging je die kant op? Weet je het zeker? Nee. Oh, mag... oh nee, die kant. Nee, ik keek een spiegelbeeld, sorry. Weet je 100% zeker dat de burgemeester die kant op ging? Maar ga toch maar die kant op, want ik denk dat ik... Maar ik wil een bietensoepje van u ervoor. Ik ga, als ik zo meteen terugkom, neem ik een bietensoepje voor je mee, oké? Hij ging die kant op. Ik beloof een bietensoepje, oké? Het was een grapje. Geetje! Oh mijn god, ik schrik mij helemaal kapot. Oh, laten we hopen dat er niemand bij de tolpoort is, jongens. Oh ja, er zit niemand. Er zit niemand. Daar ben ik zo blij mee. Ik had zo geen zin gehad dat hier iemand had gestaan. Jij bent trapt! Je wilde er overheen zonder te betalen. Ik zag het. Ook al ben jij het. Ik haat jou. Ik wil je eigenlijk helemaal niet spreken. Maar wat kom je doen? Ariel. Er is zojuist een voortvluchtige van de stad, meneer de burgemeester. Ja, is die hier langs gegaan? Zeker weten. Ja, waar is jij gegaan? Nou, je kan maar één kant op, jij domhuilskuiken. Dat zie je toch? Er is maar één pad hier. Ik moet er nu langs. Ik moet nu over de tolpoort. Ik moet oversteken. Mag ik oversteken? Prima. Schipper, mag ik oversteken? Nee, Ariel, alsjeblieft, mag ik oversteken? Ja, wel als je betaalt. Hé, hey, hallo! Ik heb een aansteker voor je. Ja, dat is ook betalen. De burgemeester heeft ook betaald. Wat heeft hij betaald dan? Zeg ik je lekker niet! Mag ik nu gaan? Ja, de slagboom is nog steeds kapot, dus je bent er al overheen. Oh, die Ariel ben ik nog steeds. Ik heb daar gewoon geen tijd voor, jongens. Het is zo chaotisch allemaal. Zeg me niet dat... Oh, Bersini is bij de outpost. Laten we daarheen gaan. Sowieso heeft hij dat gedaan, jongens. Ik denk dat hij echt daadwerkelijk naar de... Oh! Oh! Oh mijn god, Alfred, wat ben je aan het doen hier, man? Ik ben met explosieven aan het werk. Wat kom jij doen? God, ik schrik me helemaal... Kun je niet even waarschuwen dat je eraan komt? Is de burgemeester hier langs geweest? Ja, die heeft me vriendelijk hallo gezegd en een complimentje gegeven. Weet je wat voor complimentje? Nou, dat ik een hele mooie bril heb. Ja, je bril is nog steeds stuk, maar je hebt ook een hele mooie bril. Maar welke kant ging je op? Ik heb echt heel veel haast. Het spijt me, ik kom zo terug. Waarom welke kant? Je nou alweer weg? Ja, de burgemeester is voortvluchtig. Het is een dief. Nou, kijk waar dat pad heen loopt. Ja, dat gaat zo meteen. Ja, richting daar. Oh mijn god, doe je bril alsjeblieft. Doe je bril op, ik zweet. Nee, wat is het nou? Alfred, wat is het nou? Alfred, ik moet door, Alfred, het spijt me. Nou... Oh, ik kom zo terug. Jongens, hij is sowieso deze kant. Ik wil niemand meer tegenkomen, echt waar. Ik ben zoveel mensen tegengekomen op mijn route hierheen. Het is ook niet te geloven eigenlijk, hè. Oh mijn god. Oké, jongens, we zijn bij de outpost aangekomen. Ons Out Kingdom 4 is dit natuurlijk en het is nu van mij. Ja, hij is sowieso hierheen gegaan, maar waar is hij dan? Een burgemeester, ben je hier? Hou je hier schuil? Of niet? Of is hij niet hier? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Hij kan overal zijn. Hij kan letterlijk overal zijn. Ik zie je op de brug gegaan. Oh, dit is vreselijk. Dit is vreselijk. Ik denk dat we hem kwijt zijn. Het heeft ook te lang geduurd. Ik heb met te veel mensen onderweg gepraat. Waar is hij? Waar is de burgemeester? Waar is hij heen gegaan? Oh, hey! Hey! Oh mijn god. Hoe heet je nou? Hallo? Ik ben de naam gewoon kwijt. Fiona! Fiona, wat doe je hier? Hallo. Hoe gaat het met jou? Wat is met je hoofd gebeurd? Mijn hoofd is geschoren. Is hij geschoren? Wat? Heb je hem toevallig bij de rest van je hoofd? Jazeker. Dat is gewoon de capuchon. Kan je de capuchon weer opdoen? Oh, op de capuchon heb je weer op. Dit ziet er goed uit. Hé, hey, wat doe jij hier? Dit is nu mijn kasteel. Ik ben er blij mee. Ik heb jou al een tijdje niet meer gezien. Dat klopt. Ik heb hier mijn leven opgebouwd. Hoe is het met Frits? Gezellig. Gezellig? Jullie wonen hier. Heb jij toevallig de burgemeester gezien? Ja. Aan welke kant ging je op? Dat mag ik niet zeggen. Hoezo, dat mag jij niet zeggen? Dat heeft hij gezegd. Fiona, ik wil graag een vraag stellen voor mijn persoonlijke Contentveen assistent. Waarmee kan ik je helpen? Waar is de burgemeester? Verstopt. Waar? Op de volgende coördinaten. Welke coördinaten? De coördinaten worden uitgeprint of zo? Wil je de coördinaten hebben? Ik wil graag de coördinaten hebben, alsjeblieft. Geef mij de coördinaten. Ik wil weten waar de burgemeester is. Dat is heel belangrijk. Alsjeblieft. En dat zijn ze. X is min I. Oh mijn god, wat is dit? X min 7910. I 64. Z min 519. Is dat dichtbij hier? Hoe ver is dat? We zijn nu op min 8. We zijn er eens 7000 blokken weg is dat. Hoe kan de burgemeester in dit tijdsbestek al bijna 10.000 blokken weg zijn. Weet je hoe ver 10.000 is? Jongens, hoe kan dat? Dan is hij niet eens meer in de buurt. Of misschien is hij onderweg die kant op. Hè? Hoe kan dat nou? Hoe kan de burgemeester die kant op? Ik snap het niet, jongens. Ik snap hier helemaal niks van. Laten we teruggaan naar de stad en dan even vragen aan Fred hoe dit allemaal kan. Wat is er gebeurd? De poort is nog steeds dicht. Fred, wat doe je nou? Ik had gezegd, doe de poort open. Jongens, bewaren, nee. Maar de poort mocht weer open. Oh. Maar wat heeft een poort voor nut als je hier een deur hebt? Ja, dat is alleen... Ja, Fred, ik weet het, maar dit is voor... dit is een slijpvoeten. Alleen mensen die het weten kunnen hier doorheen lopen. Maar de poort mag weer open, maar weet je, hou nog maar even dicht. Het is allemaal prima. Laten we even naar het kasteel gaan, even evalueren wat hier zojuist is gebeurd. Want ik heb een aantal coördinaten van Fiona gekregen, dus dan weten we welke kant... Fiona? Ja, je ex, Fiona. Mag ik hem in de brand steken? Nee, dat zal vast nep-informatie zijn. Nee, Fiona heeft me goed geholpen. Die heeft uitgeprint waar de burgemeester heen is gegaan. Geloof het niet. Fred, hoezo geloof het niet? Nee. Dan laten we naar het kasteel gaan. Oké, Fred, wat is er gebeurd? Ik was rustig in mijn kasteel. Weet je, ik ga eerst mijn spulletjes ophalen. Stel, ik heb ze weer nodig, dan heb ik ze gelijk. En ga jij maar vast naar beneden. Kijk even of je wat dingen, wat informatie kan vinden over de burgemeester. Misschien iets over ridder Justin, want die is blijkbaar ook vermist, de ridder. Misschien kan je iets vinden erover. Laat het even weten. Kijk of je evalueer even de situatie beneden. Dat ga ik doen. Top, dankjewel. Ik kom eraan. Ik ga eens mijn spulletjes halen. Oké, jongens, ik kom van mijn slaapkamer. Ik heb eindelijk mijn spulletjes weer bij me. Ik was gewoon oprecht. Mijn spulletjes had ik hier achtergelaten. Omdat ik een ander idee had wat ik wilde gaan doen vandaag. Maar dat is letterlijk niet van toepassing gekomen. Maakt in principe ook niet uit. Mijn pickaxe is bijna een stuk. Moet ik even opletten. Maar ik heb mijn spulletjes weer aan. Mijn elytra, mijn armor en zo. Dus nu kunnen we gewoon daadwerkelijk vliegen. Wanneer het nodig is, in geval van nood. Mijn spulletjes weg doen is ook zo slecht af en toe, jongens. Maar laten we even Fred zijn kant op lopen. Waar ga je heen? Waar ben je? Fred? Wat ben je aan het doen? Ik dacht, ik doe ook deze poort dicht en blijf staan. Fred, weet je, ik vind het prima. Het kasteel is even in lockdown. De poort is dicht. Dik prima. Laten we even naar beneden gaan nu samen. En dan gaan we kijken of we iets kunnen vinden. Ik vind het goed dat je de poort dicht. Goed nagedacht, Fred. Goed voor jou. Krijg ik nou promotie? Nou wat? Nu toch de hoofdridder weg is, mag ik wel. Nee, maar Justin is nog steeds hoofdridder. We gaan even kijken of we hem terug kunnen vinden, want het zou zonde zijn als hij... Ja, heel erg zonde, ja. Dit vind ik redelijk verdacht dat hij dat zegt. Ik heb er niks mee te maken. Ik vind het toch redelijk verdacht. Fred is altijd jaloers geweest op Justin. Oh, wachtwoord. Koning. Hoe noem je hem? De burgemeester heeft in deze cel vastgezeten. Hier. Hij is er niet meer. Hij is helemaal verdwenen. En het enige wat nog over is van ridder Justin is zijn schild, een zwaard en dit helmpje. Kan je het goed zien? Ja. Wat haal je hieruit? Wat kan je zien hierin? Wat is jouw evaluatie, ridder Fred? Ik zie vingerafdrukken. Je ziet vingerafdrukken van wie? Dus ik kan het niet zijn. Ik heb geen vingers. Wie zijn vingerafdrukken zijn het? Analyseer het even. Jij bent de robot hier. Jij hebt de programma's en weet ik wat allemaal. Goeie. Voor wie zijn de vingerafdrukken? Ja, jij bent een robot. Verzin iets. Oh ja. Kan je vingerafdrukken eraf halen of... Oké. Hij is denk aan het scannen of zo. En? Wie zijn vingerafdrukken zie je? Oh, je bent nog niet... Ben je al klaar? Heb je al... Oh, nee, prima joh. Neem vooral je tijd. En heb je de vinger... Oh, pingetje. Ik heb hem. En wie zijn vingerafdrukken zijn het? Oh, ik ben zo benieuwd. De burgemeester. Ja, natuurlijk zijn die van de burgemeester. Maar hij kan toch niet zomaar ineens de deur open hebben gebroken en... Justin... Waar is ridder Justin? Wat is er gebeurd? Heb jij een zender in zijn... pak geplaatst? Ik heb geen zender in zijn pak geplaatst. Dat is dom. Hoezo? Ik vertrouw toch, hij is letterlijk de hoofdridder van de stad. Ik vertrouw hem. Dan kon ik hem pingen. Dan kon je hem pingen. Ja, dat hebben we niet, helaas. Zijn helm hier en zijn dinges. Oké, weet je... Ik ga vast naar boven. Als jij dit allemaal mee kan nemen, dan brengen we dat even naar de tafel in mijn woonkamer. Leggen we daar even neer en dan kunnen we gaan kijken of we nog meer ermee kunnen, oké? Dat is goed. Ja, top. Ja, dat... Okay. Ik moet ook alles zelf doen, hè jongens. Die ridder hoort gewoon letterlijk al het werk te doen. Dat licht hier is zo raar. Hier, misschien. Wat een raar licht. Nou, laten we naar boven gaan, naar mijn kasteel. Daar ben je al. Hallo, Fred. Kasteel is in lockdown. Jij mag er niet door. Fred, ik waardeer je moeite, maar ik ga daar nu een orde geven. Ik als koning mag overal heen gaan waar ik wil. Oké, nou prima. Dan is dat ook geregeld. Laten we inderdaad even naar de woonkamer gaan. Kan jij het op tafel leggen wat je hebt gepakt? Ja, top. Leg het even inderdaad op tafel hier. Het schild, het zwaard en graag... Oh. Ik vind het wel mooi. Mag ik het ook ophouden? Nee, je mag het niet ophouden. Hij moet wel even hier neergelegd worden. Jammer. Zo, ja. Dit is wat we over hebben van Ridder Justin. Meer niet. Ja. Hmm. We zullen altijd aan hem denken. Nee, hij is niet dood. Hij is niet dood. We gaan het oplossen. Hij is vermist, hooguit. Maar hij is niet dood, oké? Okay? Ja. Oké, Fred, het plan. Ik heb een leuk idee. Als jij... Waar kijk je naar? Niks. Als jij nou door de stad heen overal vermist posters gaat plaatsen van Ridder Justin. We hebben een mooie foto van hem. Dus maar... maak je een tekenversie of je maakt een AI-versie van hem. Je bent een robot. Die plaats je overal door de stad, plaats je een paar posters van hem. Ga ik andere dingen nu doen en dan gaan we daarna kijken of we het probleem kunnen oplossen. Want ik heb die coördinaten, die ga ik even opzoeken. En wie weet kunnen we jouw teleporteermachine dan gebruiken. Wacht, weet je? Doe jij die posters maar, dan ontmoeten we elkaar. Wat is het? Die is kapot. Je teleporteermachine is kapot? Ja, ik kreeg daar zojuist een melding van dat hij overhit werd. Meneer? Net, zo'n 5 minuten geleden. Oké. Weet je, doe jij die posters maar even regelen. Ik ga ook even zelf wat doen, oké? Dat is goed. Hang jij maar overal posters van de vermiste ridder op. Ik ga ze printen. Ja, top, dankjewel. Dan ga ik... Ik heb ook nog wat te doen. Oké, jongens, wat is Fred? Succes. Denk jij ook. Oké, jongens, dus blijkbaar is de teleporteermachine oververhit geraakt. Zo'n 5 minuten tot 10 minuten geleden. En dat is precies het moment dat de burgemeester echt verdwenen is uit mijn... Dat ik het spoor kwijt was van de burgemeester. En dat ik de coördinaten heb gekregen van Fiona. En het ding is, die coördinaten zijn zo'n, laten we zeggen, 8000 blokken ver weg. En dan kom je niet zo snel. Oftewel, wat ik denk, is dat misschien de burgemeester de teleporteerruimte gebruikt heeft. Maar dat was hij helemaal niet. Dan vind ik het heel vaag wat hier gebeurd is. Vind ik het echt heel raar. Jongens, jullie moeten me even helpen. Jullie zijn altijd slim, altijd scherp met opmerkingen in de reacties en zo. Laten we trouwens even hier onder de kerk doorlopen. Is dat de snelste route naar... Ja, dat is de snelste route. Maar jullie moeten me even helpen. Jullie komen altijd met leuke ideeën en altijd met leuke weet ik veel wat allemaal. Nu moeten jullie me helpen met... Wat moet ik doen? Waar is de burgemeester heen, denken jullie? Weet je, ik heb de coördinaten wel. Maar misschien dat ik aan Fred kan vragen of hij de teleporteermachine even kan repareren. Dat is natuurlijk... waar is het? Die is daarachter. Daar gaan we nu heen. Misschien dat hij hem kan repareren. Alleen, waar is dit denk je? Waar zou de burgemeester heen zijn geteleporteerd? Ik weet het zelf niet. Ik heb geen idee. Maar jullie zijn altijd scherp. Nogmaals, misschien hebben jullie een idee. Hey, trouwens, dit is mijn makelaar. Weet je hoe lang ik al niet meer in mijn makelaar ben geweest, jongens? Oh, zou ik aanvragen hebben? Aanvragen. Oh, damhuizen bij... Oh. Nou, dus niemand wil iets kopen. Oh mijn god, jongens. Deze map is outdated. Dit moet ik updaten. Er is hier van alles gebeurd. Dit is allemaal niet meer... Oh, dit moet ik nog updaten, deze map een keer. Maar dat is niet belangrijk voor nu. Laten we doorgaan. Oh, maar deze jongens, wat zie ik nou? Nee. De helft van het kasteel is groen. Dat heeft Fred waarschijnlijk gedaan. Weet je, dat is niet... Volgende aflevering. Dat is niet voor deze aflevering. Dat is even nu niet belangrijk. Maar ik zie nu al dat het kasteel half groen is. Oftewel, Fred heeft lopen klooien. Die Fred ook altijd. Altijd hetzelfde gezeik met hem. De teleporteerruimte. Die is hierachter, jongens. Hier. Dit is... Kijk, hier hebben we het hoofd van Fred zo. Hoppakee. Oh... My days, het is echt oververhit geraakt. Oh, wat is er gebeurd? Die paal hier, de stang die altijd hier hing, die is gevallen en gebroken. Die ligt half op de grond. Er is overal, weet je, ik ga het vuur uittikken. Dus denk ik wel even belangrijk dat dit niet verspreidt en zo. Oh, nee, Fred. Oh, waar is Fred? Oh, daar ben je, Fred. Kom eens hier. Is het gelukt met de posters? Ja, het is gelukt. Ga je ze nu nog ophangen of heb je ze alleen uitgeprint? Ja. Ja. Wat? Fred, hoe kan dit? Wat is er met je teleporteerruimte gebeurd? Hij is overhit geraakt, zeg je. Hij is helemaal ontploft, lijkt wel. Ik heb zojuist het vuur uitgeslagen, maar... Dit was mijn levenswerk. Hoezo? Je hebt hier volgens mij 10 minuten aan gewerkt. Fred, we kunnen hem toch repareren, of niet? Fred, we kunnen hem toch repareren? Of niet? Ik hoor je niet door het glas. Fred, je kan wel zeggen... Wacht, blijf staan. Oh mijn god, hij denkt dat ik hem door het glas heen hoor. Klop. Fred, ik hoor je niet. Je kan wel... Fred, ik hoor je toch niet? Pas op! Oh, sorry, ik blijf op de tapijt staan. Het spijt me, ik had het door, ik liep eraf. Ik hoor je niet, wat zei je allemaal? Ik zei, potverdorie niet. De bedoeling is dat dit gebeurt. En dat ik heel hard heb gewerkt aan die machine. En dat het nu allemaal kapot is. En hij kan overal naartoe zijn. En waar... Hallo? We regelen het wel, jongens. Ik had geen zin in het gezeik. We regelen het wel, Fred. Het komt goed. Ik had geen zin in... Oh nee, hij is kap... Oh, even Carglass bellen. Jongens, weet je wat? Fred gaat vast wel zijn machine repareren. Ik denk dat wij volgende aflevering moeten gaan kijken waar de burgemeester heen is. Weet je, waarom ben ik zo moeilijk aan het doen? Nee, ik heb gewoon mijn fire rockets. Ik kan gewoon vliegen. Laten we volgende aflevering kijken waar de burgemeester heen is. Dan gaan we ook misschien waarschijnlijk zelf die kant op. Kijken of we het dan op kunnen lossen. Want zoals dit, jongens. Als hij wegblijft, oké. Maar ik durf te wedden dat hij terugkomt met problemen, met gezeik. En ik denk dat we misschien zelfs eventjes moeten gaan inbreken. Nu de burgemeester weg is in de bank en in het stadhuis daar natuurlijk. Kijken wat voor geheimen we allemaal kunnen vinden in zijn kantoor. Hij heeft sowieso allemaal dingen daar verstopt die ik niet mag weten. Boeken, weet ik wat, informatie. Dus laten we even overleggen met hem hoe en wat. Of overleggen, wat zeg ik nou? Laten we inbreken in zijn huis en in zijn weet ik veel wat allemaal. Wie weet vinden we al wat leuks. En ik wil weten wat er met Ridder Justin is gebeurd. Want ik vind het niet leuk dat die vermist is en dat hij weg is. Ik hoop dat Fred de posters op gaat hangen. En dat het binnen no time dat hij terug is gevonden. Maar voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het is een leuk verhaalvideootje. Volgende keer misschien dat we ook weer even wat gaan bouwen trouwens. Want ik heb nog een aardige lijst die ik moet afmaken. En het kasteel moet even af. En er is nog zoveel dingen die we moeten gaan bouwen, jongens. Maar dat komt allemaal goed. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Contentveen deel. Hierin hebben we de burgemeester opgesloten in de gevangenis, waar hij zojuist deze aflevering is uit ontsnapt. Maar het is een hele leuke video. En nu spreek ik later. Tot de volgende keer.